samen met mijn vriendin die fiets weer een beetje. Heeft de draad weer een klein beetje opgepakt. Dus ik kwam erachter dat ik hier vader van de Veluwe dicht bij mij was. Waar woon je dan tegenwoordig? Ik woon nog steeds in Voorst. Nog Voorst, ja. Maar ik woon sinds een jaar samen met haar. Oh. Dus ze weet nog niet precies waar waar ligt natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Dus toen kwam ze erachter dat het klassieker hier mooi hier in de omgeving was. Dus ze, ik wil eigenlijk toch wel weer een beetje de draad oppakken. Een paar wedstrijdjes erin, kriteriumtjes. Dat is mooie training, zeg ze. Zing aan de belje toch? Nou. Ja, dan moet je wel mee, hè. Compleet peloton. Compleet peloton, dames en heren. Hier de voorbereidende kanon voor de rij. Voor een winnares? Ik denk van wel. Nou, je weet er niet hoe ik erover denk. Ik gun iedereen een overwinning, maar ik zou zo graag Vermoersel op het verbod hebben. Want in mijn ogen is dat misschien een van de laatste kansen, want ze willen ons graag wereldkampioen worden. Je weet niet hoe het volgend jaar is. En ik heb er al jaren op te hopen dat zij een keer op de eerste lijst komt. En ik weet niet, maar dat, iedereen mag van mij winnen hoor. En ik sprak net Peter uit de Duinhof, die een keer tweede geworden was. En ja, had ik dolgraag het jaar willen winnen. Het was haar laatste wedstrijd en het is haar niet gelukt. Ja, ik denk iedere organisator, dames en heren, die wil graag Leontien Zuilaert van Moorsel. En dan mogen ze gewoon Leontien van Moorsel nog altijd noemen. Die willen ze graag op de erelijst hebben, want dan heb je een naam. Een meisje wat zoveel gepresteerd heeft voor de Nederlandse dameswielersport. Ja, door een heel diep dal gegaan is. Door alles en iedereen, door de pers en door iedereen is afgekraakt toen het wat minder ging. Dat zijn de beste prijzen zijn eruit, maar houden dat parcours even klein. Ja, zeker weten, daar ga je natuurlijk ook voor. En zeker natuurlijk nu Leontien heeft gewonnen. Ja, ik kan toch zeggen, als ik de live met de feest zie, dan heb ik in ieder geval een toffe prijs uitgereikt. Dan heb ik een ruisweetje bij gedaan. Met de televisie zie je het rollen. En voor de rest, Het was ook weer een hele verrassing dat ik mee mocht maken. Ik doe het heel veel. Hallo. Hey. Nou, kijk, hè. Grote bed van Connie Meijer geweest. Jij hebt haar goed gekend. Jij hebt aan de vonden ondervonden toen de tijd wat het betekende om een collega op die manier te verliezen. Denk je daar nog eens wel eens aan terug? Of is dan, wordt zoiets toch uit je leven gebannen, een beetje naarmate je zelf gestopt bent met fietsen? Leeft dat nog altijd in jouw herinnering verder? Ja, wel degelijk, want vrijdag laatst heb ik
telefoontje van even schuit. En ja, dat zet je gelijk vanaf vrijdagavond is het ook dat we niet meer loslaat. En ik merk gewoon hoe belangrijk het is om, ja, ik heb op zich niet heel veel contact met mevrouw Meijer, maar ik merk gewoon wel dat als contact er is, dat het goed is. En ik voel dat betreft heel veel met hem mee voor u. En dus twijfel of denk van ik kan hier niet zijn. Nee, ik moet hier gewoon zijn. En dat doe je dan eigenlijk gewoon niet zelf. Omdat ik gewoon merk van hoe belangrijk het is om deze memorium dan door te dragen ofzo. Dat je de strijdlustigste was, dat heeft de pers heeft jou daartoe uitgeroepen en dat zijn deskundige mensen, dus daar kan geen misverstand over bestaan. Als je de strijdlustigste bent, ja, ik heb jouw naam regelmatig gehoord in kopgroepjes, had je er vandaag zoveel zin in? Ja, ik heb er eigenlijk altijd wel zin in. En ja, ik zat er nu gewoon iedere keer goed bij. En dan zit je ook in de kopgroep en dan wist jij, ja, je had al gehoord dat je de strijdlustigste was? Nee, dat hoorde ik echt niet vroeger aan. Dat betekent niet dat jij wist dat je daar al mee verzadigd was, want ik hoef in de eindspurt niks meer te doen, want ik heb toch al een prijs? Nee, absoluut niet. Ja, de eindspurt ging bij ons intuïtief fout en ik kon er echt niet meer omheen helaas, maar ik heb wel meegedaan natuurlijk. Die gaat jou deze bokaal en daar staat het er allemaal schitterend. Ja, strijdlustigste dame in de parel van de Veluwe in dit jaar, dat krijgt een ereplaats. En dat zijn bloemen van Chopin. Ja, ja, mensen, voor de strijdlustigste dame mogen we best een goed applaus over hebben. Dit ene stapje naar voren. We staan weer tegenover elkaar, zoals vrij recentelijk ook in Scherenberg. Toen won je met voorsprong. En toen hadden wij het in Scherenberg over een wedstrijd die jij nog niet gewonnen had in je carrière. Nou staan we, die wilde jij graag winnen, nou staan we bij de parel van de Veluwe. En je hele imposante carrière die jij al achter je hebt, daar staat de parel ook nog niet bij, hè? Nee, nu wel. Nu wel? Was dat ook iets waarvan jij zegt, van dat ontbreekt een klassieker in Nederland die jij met jouw erelijst nog nooit gewonnen had? Dat komt feitelijk niet, hè? Ja, het kent natuurlijk altijd en ik ben blij dat hij er nu bij staat. Normaal moest komen naar het NK toe in de eerste plaats. En dan pas in oktober. Nou, dan sta je er op dit moment wel, hè, in Nederland. Ja, het begint er nu, ja. Het begint zachtjes aan begint te komen. Ik rij nog een etappekoers volgende week in Italië. En, een ronde Nister doet meer. En dan mag u ook de tweede en de derde mag u ook geluk wensen. Ik ben ook goed op en heel erg blij dat het naar iemand gaat die met een erelijst kan zeggen van die hoort er gewoon bij op de lijst van Conny. En ik hoop ook dat deze prijs weer bijdraagt aan het succes wat er nog komen gaat voor Leontien dit jaar. En ik heb de eer om namens de moeder van Conny een extra prijs te geven die vanuit het idee wat Conny altijd had uit te reiken. En ja, dat moet je gewoon zelf kijken wat er is. Dat weet ik zelf ook niet. Ik vind het alleen geweldig dat jij erbij komt. Ik vind dat je er ook bij hoort. En ik wil je verder. Oké, dankjewel. Twee meisjes die elkaar jarenlang bestreden hebben.